Dum da dum da 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 dum da ba dum da ba da ba da ba da da dum da ba dum da ba da ba da ba da ba. Hey, Macarena! Hallo Serpentjes! Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom terug bij een nieuwe aflevering van The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ik lees superveel reacties van mensen die denken dat ze alles veel beter weten over deze game en zo. Maar hebben jullie ooit uitgevonden dat je dit dungeon kan doen? Nee, dat dacht ik al. Ik heb de berg beklommen, jullie hebben helemaal niks gemist, het was gewoon 10 minuten lang non-stop lopen. Ik heb met één ijstrol gevochten, door middel van dual wielden van vuuraanvallen was dat totaal niet moeilijk. Beneden aan de berg was nog een gast die zei, ja, ik heb geen zin om helemaal naar boven te lopen. Groot gelijk heeft hij, wil jij even naar boven lopen en wat spullen in die kist doen? Dat gaan we ook meteen doen, dan kun je weer naar hem toe en dan krijg je iets van 300 coins ofzo. Het is een makkelijke manier om 300 coins te verdienen. Hier hebben we het Climac Supplies en die stoppen we zo in het kistje. Bring the supplies to High Hrothgar en dan kunnen we zo meteen terug naar Climax en dan komt alles goed. Climax leent zijn naam van Kleenex. Dat zijn van die doekjes voor als je gaat wappen. Ik zal even gauw zijn quest wegtikken, anders is het irritant. Oké, we gaan dus nu naar de mensen toe die ons kunnen helpen met onze Dragon Shouts. Het verbeteren van onze shouts, ze gaan ons namelijk de row leren in de Vroesroda. En volgens mij ook nog een andere spel waardoor we een soort van een paar meter vooruit kunnen teleporteren. Hallo. Ik beantwoord jullie oproep. Laat ons je stem zien. Oké dan, Voes! Oké. Nou, graag gedaan. Nog een keer shouten? Oké. Op jullie? Shout at us? Oké, wil je hem in je gezicht? Oh, moet even wachten. Even wachten hoor, even wachten. Even laden, als je het niet erg vindt. Haha! Geinig. It is you. Welcome to High Hrothgar. Deze gasten gaan ons helpen met nieuwe shouts, omdat het echt liefjes zijn. I speak for the Greybeards. Now tell me, Dragonborn, why have you come here? I want to find out what it means to be Dragonborn. What do you mean, I'm not the only Dragonborn? Er zijn dus meerdere Dragonborns door de geschiedenis heen. I'm ready to learn. We willen nieuwe shouts, man. Het komt er dus op neer dat deze gasten, die Greybeards, kunnen ook shouts. Alleen zij hebben jarenlang moeten oefenen om een klein beetje te kunnen shouten. En omdat ik Dragonborn ben, kan ik gewoon binnen enkele seconden shouts leren, want zo cool ben ik. Wil jij even leren? Tuurlijk ben ik willing to able to learn. Ik kan ook even... Nee, ik ga gewoon verder. Wat mag ik doen? Ja, omdat ik drakenbloed heb, kan ik deze spreuk heel snel leren. En bla, 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 bla. Ik kan ook gewoon een dansje doen tijdens het wachten. La, 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 la. Geinig. Ja. Iedere shout bestaat uit 3 woorden van kracht. En iedere keer dat je een woordje erbij leert, word je shout sterker. En nu gaan we dus ro leren, het tweede woord, waardoor onze voes ro sterker is dan onze voes. Oké, okay. We moeten even met deze man praten. Hallo meneer. Oké, ro means balance. Dus we hebben eerst al kracht en dan doen we, voegen we nu een balans aan toe. Ro. Waar zat hem? Heb ik hem nu? Oeh, hij staat in de grond geschreven. Wat prachtig. Moet ik erop gaan staan of zo? Beetje stampen erop? Ik heb geen idee. Stampot. Aha. Word of power learned. Balance. Unrelenting force. Oké, okay, we hebben het geleerd. Superleuk, even met deze man praten ofzo. Ja, we moeten hem wel even laten zien natuurlijk, dat is wel cool. Best logisch. Mag ik verder gaan alsjeblieft? Ja. Tap into his understanding of Ro. Sorry dat jullie dit mee moeten maken trouwens. Het is niet super interessant, maar het is wel super belangrijk voor de verhaallijn. De verhaallijn boeit me niet zo gek veel. Maar ja, sommige mensen wel. Stel dat je nerds, ik doe dit voor jullie. Learn the word of power from Einrad. Einart. Oké, wat nu? Als we nu naar magic gaan, dan staat hij. Oh, we moeten hem nu eventjes gebruiken, ja. Ze gaan nu wat hologrammen tevoorschijn toveren, want dat kunnen ze. Terwijl ik deze vaas in de fik zet. Fuck jouw vaas. Gecremeerd vaasje. Gaan zij nu als goed als enemies teleporteren die wij moeten derp maken. Daar heb je er een. Wow, wat een eng spook. Hoesro. Pam. Fuck jou, bitch. Nou, we moeten even wachten tot er een nieuwe spawnt en dat onze shout weer herladen is. Ondertussen loot ik even wat van jullie potjes, weet je. Ik ben er nou toch. Voor mij kun je deze potjes niet looten. Wat jammer nou. Dan kom ik alweer terug in de kamer. Hallo. Ik mag mijn shout weer gebruiken. Yay. Het klinkt best wel eng hoe mijn character dat doet. Maar dat eventjes terzijde.
nog meer potten om alle kanten op te voetballen. Het is vandaag weer pottenvoetbal. Zet je geld in op Ajax versus Feyenoord, pottenvoetbal. Kapof. Zou je zo'n pot ook kunnen voesrouwen? We gaan het proberen. Door vanaf deze hoek te proberen. Ja hoor, die pot is flink kapot gevoesrood. Oké, okay, mooi. Een toem, zoals het er staat, THU, kommaatje UM, is een ander woord voor een dragonshout trouwens, dat je het even weet. Als het goed is, moeten we nu in de tuin met Master Borry. Ja, dat is een hele toffe gozer. Die gaat ons nog een shout leren, namelijk eentje waardoor we kunnen teleporteren. En die is best cool. Als je van coole shouts houdt, dan is dit er eentje voor jou, mij. Al die verhaallijn, man, ik val in slaap. Waar zijn de dodelijke monsters als je ze nodig hebt, Master Borry? Na u. Echt waar. Ik respecteer je met al mijn dansskills. La 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 la. Master Borry is gewoon een sukkel. Hij maakt de deur open, maar hij is al langzaam. Want hij is oud. Oké, okay, Master Borry. Kom maar op, sukkel. Eens kijken hoe langzaam die man is. Langzame man. Schiet eens op, man. Hey. Oké, okay, we gaan eens goed eens daarheen. Om onze oefening te doen en onze dansskills te oefenen, hoor. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Oké. Okay. Woelt, which means whirlwind. Oké, okay, is goed. Toen gaat hij eventjes... Oeh, woelt. Die Greybeards laten die shouts een beetje klinken als scheetjes uit hun mond. Het is best wel cool. Het is toch cooler als ik het doe en ik het keihard kan uitschreeuwen. Deze gasten kunnen meer een beetje zo uit hun mond laten flikkeren. Words of Power Learn. Wat je nou moet doen is, dan ga je naar Magic. En dan ga je naar Shouts. En dan staat er naast de Unrelenting Force ook Whirlwind Sprint. Oh. Use Dragon Souls to unlock. Nou, dat heb ik niet. Approach Master Borry. Oké. Okay. En nu krijgen we zijn Dragon Soul. Dan hoef je geen draak te vermoorden om deze Shout vrij te spelen. Hartstikke mooi. Nu hebben we hem als het goed is wel. Ja, dan gaan we weer naar Magic toe. En weer naar Shouts. En dan kun je hem selecteren. En nu kunnen wij op korte afstanden teleporteren. Moet je zien. We gaan hier staan. Dan gooien zij als het goed is de deur open. En dan moeten wij er gauw naar de andere kant teleporteren. Dat is het idee. Hij gaat als het goed is nu voordoen, die gekke gast. Oké. Okay. Gooi maar open hoor, die poort. Master Borry. Moet je kijken hem gaan. Wow. Super cool. Nu is het jouw beurt. Je mag hier gaan staan, volgens mij. Ja. Het is best wel een coole shout in ieder geval. Ik gebruik hem niet heel veel. Als je toch aan het reizen bent en je bent aan het rennen, dan ga je net wat sneller hierdoor. Maar je kan hem niet zo heel vaak gebruiken, dus heel veel nut ga je er niet van hebben. Mag ik al er doorheen? Ja. Huh! Tadaa! Ik ben aan de overkant. Yay! En dan moet je weer terug de andere kant op, of niet soms? Dus ga je moeten er dan nog 30 keer doen. Hallo? I thought it was this easy for everyone. I don't know. I do it. It just happens. Okay, blah, 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 blah. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ustengraf. Remain true to the way of the voice and you will return. Okay. Wat we dus moeten doen is een bepaalde horen ophalen voor de Noords. En ja, dat vinden ze lachen. The horn of Jürgen Windcaller. Het is gewoon een wie was Jürgen Windcaller? Hij was waarschijnlijk een gast die windjes liet en ze roepte. Scheetje. Voor de rest boeit het me vrij weinig al die tekst. Ik klik er gewoon een beetje doorheen en mag niks te doen op in mijn leven. Dankjewel, we gaan weg. Wat we nu gaan doen is even heel wat anders. We gaan naar Riverwood. Waarom? Omdat het fucking gezellig is daar. Zometeen moeten we helemaal daarheen. Dat zal dan wel een flinke reis gaan worden. Maar in Riverwood is een man die kan ons als het goed is gewoon ranged leren tegen betaling. Dat is super cool. Die geven gewoon geld en dan kunnen we snel level uppen. Aangezien ik toch wel hou van level uppen. Is dat best handig. Waarschijnlijk zijn er meer van dit soort mensen in de game. Ik weet sowieso dat er een plekje is waar zo'nzelfde bitch is. Maar dan voor mij one-handed attacks. Die geven gewoon iedere keer 100 muntjes. En dan traint hij je one-handed. Wat ze doen is meestal trainen ze 5 levels per level. Zeg maar, als je level up bent, dan kun je weer opnieuw 5 levels bij ze halen. Want ze blijven dat niet doen. Het blijft geen feest, zeg maar. Nou, is alleen het enige probleem die gast waarschijnlijk aan het slapen is. Laten we even een flinke 12 uur rusten in de hoop dat alle winkeltjes weer open gaan en shit hier in Riverwood. Ik heb geen idee waar die gast precies is, maar Riverwood is redelijk klein en hij heeft pijl- en boogspullen bij zich. Dus hij valt redelijk op. En ja, we hebben toch 2000 geld waar we niks mee doen. Dan kun je beter een beetje geld opmaken aan skills. Precies. Hier is nog wat lavendel om te plukken. Hij had ook nog een kleine quest voor ons, omdat hij een klootzak is. Maar dat is een heel ander verhaal. Is dit hem? Nee, hè? Of wel? Nee, natuurlijk niet.
Dat is hem ook niet, dat is de smid. Iedereen komt gewoon uit de Sleeping Giant in. Hartstikke gezellig daar ook en zo. Hartstikke leuk. We gaan lekker naar binnen, want hier is het feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Dat feestje. Ben jij het? Do you sell spells? Oh nee, is die gast van die winkel. Heb je spells voor me? Ik moet trouwens wel even uitvinden, legit, waar ik spells kan kopen. Want het schiet niet op met mij, jongens. Ik heb spells echt hard nodig. Visit the College of Winterhold. Dat is een gezellige quest om te doen. We kunnen in ieder geval wat alchemy doen. Gewoon voor het geval je dat nog even wilde zien. We kunnen restore health potions maken. Dat is fijn. We kunnen ook best wel veel van maken namelijk. Dat is fijn. 1, 2, 3, 4, 5. Pats. Oké, welke potions kunnen we meer maken? Restore stamina. Wow, daar kunnen we er veel van maken. Zo. Die bijen die ik allemaal gevangen heb komen flink van pas. En onze alchemy is level 17. Mooi zo. Resist poison. Daar kan ik er 2 van maken. Het is feest. Hier kun je ook 4 van maken. Gewoon alles wat je kan maken in stamina. Gewoon maken, joh. Nieuwe effecten ontdekt. I don't give a fuck. Resist magic. Kan ik ook nog even een heleboel van maken. Oh, dat viel tegen. Het ging opeens snel. Level up. Dat is wel weer fijn. Quit alchemy. Ja, joh. Doe eens gek. Ik heb nog niet alle dingen gemaakt die ik kan maken. Maar ik vind het wel weer genoeg geweest. We zijn in ieder geval level up. Ik ben nog steeds niet helemaal uit waar ik mijn skills in wil doen. Dus ik blijf ze gewoon spreaden. Ik doe nu gewoon wat skills in stamina. Fijn. Is fijn, want dan kun je langer blijven rennen. En je kan vaker attacks doen en troep. Dus dat is best wel fijn. Ik moet ook voortaan even wat meer in Magicka gooien. Ik denk dat het wel beter is. Even wat extra puntjes in Magicka flikkeren. Want dat is over het algemeen wel een fijne skill. Hoe gaat het met jou dan? Orgnar. We kunnen even in de kamers kijken of er nog mensen zijn. Hier is Delphine. Hallo Delphine. Hoe gaat het met jou, meisje? Hier is, ja, toch niemand, hè? Ons favoriete karakter in heel Skyrim. Niemand. Hier is ook een niemand. Daar is de uitgang. Nou, dat zijn allemaal mijn favoriete karakters in de game eigenlijk. Dus dat komt heel goed uit. Ja, hier komt later een geheime gang te zitten trouwens. Daarom zit er ook een sleutel op. Gewoon voor het geval je het wilde weten. Zit daar een super mega geheime gang. Anne Frank zit er niet. I checked. Oké. Dan gaan we lekker... Oh, ik mag trouwens nog een perk uitkiezen. Bedenk ik mij opeens. Waar is die irritante boogschutter, meneer? Ik moet hem hebben. Ik weet nog niet waar die woont. Waarschijnlijk heeft hij ergens gewoon een huis. Maar daar gaat het niet om. Heeft hij waarschijnlijk ergens een huis. And I don't like it. Hier zijn trouwens kinderen. Er is ook een mod waardoor je kinderen kan vermoorden in Skyrim. Dat is wel echt een mod die wij hard nodig hebben. Want die kinderen zijn schijt irritant. Hot en Gerdur's house. Voor mij heet die gast niet Gerdur. Ik weet niet hoe die gast heet. Die onze ranger kan trainen. Maar hij zit meestal ergens in dit dorpje te chillen. Hij zit voor mij alleen maar in het dorpje te chillen. Alleen hij heeft voor mij niet Gerdur. Hij heeft wel een gekke naam. Dit zou hem kunnen zijn. Enig probleem is, ik breek momenteel zijn huis binnen met een lockpick. Ik weet niet of je het kan waarderen om het te zien. We kunnen het gewoon nog proberen, hè. Waarom sluit je jezelf op in je huis? Misschien is hij juist niet thuis. Dat is ook een logische reden waarom je deur op slot zou zijn. Eigenlijk allebei wel. Of je bent niet thuis... Of je bent aan het slapen. Het is één van de twee. Wat er ook gebeurt, we komen niet altijd blij binnen. Is die gast hier? Nee, hij wel een trollskull. Dat is wel weer fucking badass. We kunnen nog stelen van deze chest, gewoon voor de grap. Hier, 10 muntjes gestolen. Fucking chill. Hunting bow, heb ik niet nodig, man. Ik denk wel dat dit de boogschutter is, want ja. Hij heeft een hunting bow in zijn huis en shit. Je kent het wel. Ja, als we even op de deur kijken, weten we dus hoe die Piemel heet. Hey Piemel, wat is je naam? Het is Fyendal. Gekke naam. Zal ik nou een draak overvliegen? Nee, dat is gewoon een vogel, Rick. Doe gewoon normaal. Dankjewel. Ik zoek een man genaamd Fyendal. Is hier nog een Fyendal thuis? Ik wil graag Ranged leren van jou, boef. Je hebt nooit geen euro's, boef. Ja, de vraag is toch echt, waar zit die bitch? Want ik heb geen idee. Is dat hem? Voor mij is dat hem. Hallo, boef. Hoe gaat hij met jou dan? Aha, ik heb hem gevonden. Can you train me to better my archery? Hier, dit kost 290 gold. Is goed. Hoppakee, level up. Hoppakee, level up. Hoppakee, level up. Hey, 1337 gold. Hoppakee, level up. Hoppakee, level up. Volgens mij kun je dit doen tot level 50. Maar nu staat dus times trained this level 5 van de 5. Nu moeten we eerst andere skills trainen. Voordat wij nog meer van dit soort trainingen kunnen nemen. Het kost dus wel geld. Maar hey, het valt mee hoe duur het is. Deze gast had ook nog een klein crashje voor ons. Die kunnen we even doen. Krijg je wat geld voor. Could you give her this letter and say it's from Sven?
Het is best wel gemeen. Komt er dus op neer dat Sven vindt een meisje leuk. En dat meisje vindt Sven wel leuk. En die man vindt dat niet zo leuk. Dus ze zegt, weet je, kun je deze brief aan dat meisje geven en zeggen dat hij van Sven is. En dan staan natuurlijk hele gemeene dingen in. Van, hey, vrouw, jij bent echt een kuthoer. En dan denkt ze, oh, heeft Sven dat geschreven? En dan allemaal misverstanden. En dan, dan gaat de relatie niet werken. Nou, we hebben twee opties. We kunnen de brief geven en zeggen, hey, bitch, deze is van Sven. Of we kunnen zeggen, hey, Sven, een of andere gast probeert je relatie te verneuken. Allebei de opties zijn wel geinig. Eigenlijk niet, ik heb alleen maar gewoon lief gedaan. Je zou het niet van me verwachten, maar ik ben toch echt zo iemand die gewoon voor de lieve optie gaat. Laten we die quest meteen even doen, want hij is wel grappig. Escape. Quests. Quests! Ik klik op quests. Miscellaneous, zo. Dan gaan we hierheen. Tell Sven about Feandals letter. Deze quest gaan we even gaan doen. Heel handig is, alle mensen van deze quest wonen gewoon in Rivendell, of waar we ook Riverwood, waar we nu zijn. Dus je hoeft alleen maar gewoon een beetje recht uit te lopen. Hier is één bitch. Dat is niet de goede bitch. Toch? Nou en. Boeien. Ik ben een beetje in de war, want ik zie meerdere markers. Zie je dat? Er zijn drie markers hier. Ik ben in de war, want er zijn maar twee mensen met wie ik moet praten. Is één iemand nou daar? Is Sven hier boven of zo? Ik heb wel die andere quest uitgezet, toch? Ja. Helemaal in de war. Oh, Return to Climax staat nog aan. Nee, die moet even uit. Daarom was ik in de war. Return to Climax stond nog aan. Jongens. Jongens. Snappen jullie het? Return to Climax stond nog aan, man. We kunnen ook via de boveningang naar binnen. Een van de gasten is namelijk bij de Riverwood Trader. Geen idee of het Sven is of zijn vriendinnetje. Zijn soon-to-be vriendinnetje. Oeh, een chest die je kan lockpicken. Leuk. Ik zeg nooit nee tegen een echte uitdaging. Ik zeg ook nooit nee tegen een neppe uitdaging. Ik zeg gewoon nooit nee. Dat neem ik mee. De rest van de troep mag je gewoon houden. Graag gedaan. Thank you very much. Oké, wie zit hier? Niemand. Hoe? Oh nee, deze vrouw moet je mee praten. Gaan we liegen of gaan we zeggen dat... we gaan zeggen dat Feindel een lul is. Is goed. Nu moeten we even met Sven praten. Want ja, Sven die wil ook even op de hoogte zijn dat iemand hem probeert zwart te maken. Svennetje, waar ben je? Oh, Sven is gezellig hier. In de fantastische grote mensenkroeg. Met bedden en zo. Hey Sven, what up? Hier is die bitch. Hallo Sven. Sven kan heel mooi muziek maken, dus dan weet je gewoon dat hij alle bitches krijgt. Zo, even een beetje uitleggen hoe en wat. Oh, Sven, kun je nu als companion krijgen? Je kan zeggen, follow me, I need your help. Ik neem aan dat we Lydia dan dumpen, hè. En Sven lijkt me een iets minder goede volger dan Lydia. Met armor en zo. En Sven, ja, die kan liedjes spelen. Wat al lachen is en zo. Een soort van lopende radio, alleen het is niet echt handig, zeg maar. Oké dan, nou dat is achter de rug. Nou komt de volgende stap in ons fantastische leven. Verder gaan we met die andere quest. Die ene die wel echt een quest is. Het is meer gewoon een side objective dingetje. Wat we nu moeten doen is... Horn of Jurgen the Windcaller doen. Vind ik in ieder geval zelf handig. Dan moeten we helemaal daarheen. Hier zijn we nog niet geweest. Hier zijn we misschien geweest. Nope. Oké, wat is de route die we willen gaan doen dan? Hoe de fuck willen we daar gaan komen? Misschien handig om hier eerst een marker neer te flikkeren. Vanaf hier daarheen te lopen. Met het water een beetje voorbij de bergen te gaan. En dan daarheen te gaan. Dat is mijn gekke strategie hoor. Nou is de vraag eventjes. Gaan we dit hele proces opnemen? Of zou ik gewoon de volgende aflevering daaruit komen? Waarschijnlijk is het leuker om het hele proces gewoon op te nemen. Want tussendoor kom ik allemaal huisjes tegen. Maak ik iedereen dood. Voornamelijk is iets wat ik graag doe. Is toch iedereen doodmaken. Wat handig is. We hebben nu trouwens die shout staan. Waardoor we dus redelijk snel kunnen verplaatsen van A naar B. Het verbaast je meestal best nog wel hoe snel we over de map heen bewegen hoor. Ondertussen een beetje langs huisjes lopen, nieuwe stadjes vrijspelen en ik zie een paard. Paarden zijn best handig. Voor de storyline en zo. Of tenminste voor... Nee, ik was even in de war, sorry. Er staan namelijk ook plaatsen in de game waar je met paard en wagen gewoon kan. Dan betaal je gewoon een paar goudstukken en dan zeg je van... ik wil die kant op en dan hoef je niet gigantisch ver te lopen. Dat is een van de manieren. Je kan lopen, zoals ik doe. Of je kan een paard stelen of kopen. Maar daar heb ik dus ook geen zin in. Ik ga gewoon lekker lopen. Ik ben fucking rebels. Laat me gewoon fucking rebels zijn, kijker. Ik wil ook gewoon mijn ding doen. Dan kun je dit gebiedje trouwens even gaan vrijspelen als we willen. Dat vind ik wel gezellig. Als we echt even badass willen zijn, pakken we onze bogen. Dan schieten we hier iedereen aan flarden. En dan gaan we weer naar huis. Oké dan. Even in sneaky mode, hè. Je kent me wel, kijker. Pew! Ik dacht dat het een vijand was, maar dat was dus niet zo. Dat is dan weer minder. Ik zou zweren dat het de vijand was, maar dit is gewoon een pop. Ik heb een fucking dummy neergeschoten. Fuck my life, daar gaat mijn sneakheid. Ik denk, ik val even subtiel deze toren aan. Nou, nee. Daar staat wel iemand. Hallo, gezelligheid.
Je kent het wel. Gezelligheid met de familie. Er zijn trouwens twee mensen zelfs. Gezellige bedrijvigheid. Maar is eentje dood? Aan de map te zien. Die andere bitch kan ik redelijk moeilijk raken. En daar is er nog eentje. Wat een gezelligheid, jongens, jongens, jongens. Ik wil ze wel even proberen te looten, want ze hebben vast wel leuke pijlen bij zich. Allemaal mensen met pijlen en bogen. Die hebben toch echt redelijk vaak, het zou je verbazen, pijlen bij zich. Zo, en jij dood, en jij dood, en oh my god. Pieuw. Wie is, oh, ik dacht zeggen, wie is die andere, wie is, waarom komen er nog meer pijlen op ze af? Maar dat is natuurlijk Lydia. Mijn lieftallige, lieverd, Lydia. Die, ja, helpt met mensen doodmaken. Ik wil zeggen mensen die niks hebben gedaan, maar het zijn bandieten, dus het zijn wel gemene boeven hoor. Het zijn echt wel gemene boeven, ze verdienen het gewoon om dood te gaan. Oké, ik ben binnengevallen. What up, boeven? Ik heb een groot deel van de boeven doodgemaakt, behalve deze boef hier. Fucking bitch. We gaan hem cremeren, toch wel. Woehoe! Nee! Wat is er? Nee, shit, ik heb hem verkeerd gewield. Zo, beter. Doei. Wauw. Ja, de rest van je spullen mag je houden hoor. Je hebt hele mooie armen spullen, ik zie het. Maar je mag ze gewoon houden. Voor de rest loot ik eventjes gauw alle mensen die hier dood zijn gegaan. Pak ik hun pijlen af. En dan bedank ik jullie voor het kijken van deze aflevering van The Elder Scrolls Skyrim. De volgende aflevering gaan we lekker lopen hoor. Je kan me heel veel wijs maken over hoe het veel leuker is om daar gewoon te beginnen. Ik geloof je toch niet. Dus de volgende aflevering een lekker loopavontuur. Ik heb trouwens ook heel veel dingen al gelezen over mods. Ik wil in principe pas aan het einde van de game mods gaan gebruiken. Met misschien een paar uitzonderingen. Er is bijvoorbeeld een mod die ervoor zorgt dat... Komt-ie, hè? Er is een mod die ervoor zorgt dat draken veranderen in stoomlocomotieven uit Thomas de Trein. Fucking cool is dat. Deze mod die moet even dood, trouwens. Dankjewel! Oeh, zo mooi. Dat zijn gewoon van die mods, die heb je gewoon nodig. Want die maken de game gewoon oprecht 1000 maal beter. Dus, hè? Oeh, fluit. Om je maar anus te stoppen. En wat geld op de grond. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En tot de volgende aflevering van The Elder Scrolls 5 Skyrim. Woehoe! Flambé! Tot de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei!